Zo, daar ben ik weer. We gaan eens even kijken hoe we dat motorblok los krijgen. Olie is afgetapt. Er zijn wel wat dingen klaargemaakt. Ik bedoel, de boutjes zijn eruit. Maar jullie kunnen ook gewoon meekijken. Wat ik doe. Startmotor komt later wel. Zo, dan ga ik even kijken of de camera het beeld goed heeft. Oh, is niet verkeerd. Eens even kijken. Zo. Nou. Waterpompdekseltje gaan we als eerste doen. Even kijken. Saai zo, hè. Niks zien in beeld. Eens even kijken. Boutjes had ik er al uit. Dit kan wel eens vervelend werk zijn. Nou, hier zie ik een pace zitten. Ik noem dit een pace, die rubber ring. Die is platgedrukt, dus die gaan we vervangen. En nou valt me één dingetje op. Meestal zit hier wel wat vuiligheid omheen. Dit ziet er eigenlijk heel schoon uit. En dit is een... lijkt een gezandstraald moertje. En een nieuw koperringetje. Hij zit ook los. Er zit wel vuiligheid onder. En ik mis een deeltje kippenmint misschien. Daar is die. Het beroemde ringetje, het beruchte ringetje. Wees er zuinig op. Nou, waterpomp is los. Gaan we even verder kijken. Ondertussen voel ik vaak nog even of dit nog een beetje vast zit. Dit zou nog een redelijke kunnen zijn. Maar ik neem daar nooit risico op. Ik vervang altijd de waterpompziel. Ik heb geen zin om mijn werk dubbel te doen. Ik kan het geluid horen dat hij loskomt. Zet je bijtel er altijd in. Op een plek waar dus een boutje doorheen gaat. Mocht je een beschadiging maken, dan zit hij aan de buitenkant. En daar bedoel ik mee, niet op het pasvlak. Nou, deze achterdeksel zit volgens mij nog redelijk vastgeplakt met een originele pakking. En ik voel de versnellingspook al losschieten. Die ligt nou over de tanden heen. En dat kunnen jullie helaas niet zien. Dan heb ik alle boutjes eruit. Ook ik blijf continu controleren of ik mijn werk goed doe. Want je verneukt het zo. Nou, ik zie nu dat er beweging in zit. Dat kunnen jullie ook zien. Mijn duim is altijd de belangrijkste. Tijdens het loshalen druk ik de versnellingspook naar binnen toe. Daarmee hou je het veertje heel. En natuurlijk is het altijd geïrriteerd met dit ding. Zo. En dat is los. En nou heb ik al gelijk een vervelend dingetje gezien. De distributieketting is versleten. Er zit een lijn in de distributieketting. De spanner staat op zijn eind. Hiermee beëindig ik gelijk de klus. En in dit geval ga ik contact zoeken met de man in kwestie. Vragen wat hij wil. Hier komt het afgebroken stuk aluminium van de startmotor naar voren toe. Probleemgevalletje dit. Het zit los, maar dat geeft niet, dat mag. Nou, eens kijken hoe erg het is. De ketting staat wel strak. Dus hij heeft netjes gelopen in ieder geval. Dus de klant kan eigenlijk niet weten dat hier speling op zit. Ga ik even kijken wat hij doet. Of hij nog wat geeft. Ja, hij geeft nog wel. Maar dan staat hij hiermee op zijn uiterste eind. Ik moet het filmpje even omschakelen naar wat andere informatie. Maar ja, daarvoor doe ik het ook eigenlijk. Meekijken, meegenieten, zien wat ik doe. En kijken waar ik tegenaan loop. Even kijken, wat gaan we doen? Mijn beslissing is om even dit blok te laten liggen en niet verder te gaan met reparatie. Zodat de klant kan beslissen of hij het weer op wil halen. Wat ik nu wil laten zien is aan jullie, maar ook aan de klant, is dat de ketting versleten is. En kan ik het daar zien? Ja, dat kan ik jullie ook laten zien. De spanner staat wel degelijk op zijn eind. Dus 10.000 kilometer in dit blok mag weer open. Dus een dure reparatie.
Ik ga even kijken of de camera erbij kan pakken. Sorry voor de slechte beelden. Hoppa. Zo. Gaan we kijken. Wat wil ik vertellen? Hier kun je duidelijk zien dat hij over zijn slijtage spanning heen is. Ik weet dat dit hier wel op zijn eind zit uit ervaring. Wat ik eigenlijk wil zien is aan beide kanten een gelijke hoeveelheid stelmogelijkheden. Dat is één. Ten tweede aan de binnenkant van de ketting. Maar dan ga ik even naar de andere kant van de motorblok lopen. Ga ik even kijken of ik wat beter zicht krijg. Zo. Daar kun je duidelijk zien. Ik zal met de schroevendraaier proberen aan te wijzen. Daar zitten duidelijk loopsporen in. Voor mij van belang, zelf al, en dat is voor jullie ook al van belang, is dat je hier aan de binnenkant van de ketting en aan de buitenkant van de ketting, hier kun je het ook goed zien, bij deze zie je het heel goed zelfs, een witte rand zit. Een witte rand bedoel ik slijtage. Dat is vaak voor mij al de indicatie dat ik op moet letten. Even kijken hoe dicht we bij we kunnen kijken. Kijk maar in de ketting, daar kun je hem ook vinden. Daar zitten gewoon slijtagepunten. Die ketting is de vorige keer dus niet vervangen. Ik adviseer deze klus dan ook om een nieuwe ketting erin te zetten. Maar ja, ketting is €92. Ga ik even naar de andere kant weer. Waarom is die ketting versleten? Kijk, daar bij mijn vinger zie je gewoon dat er een stukje blok en bout weggesleten is. En dat is bij 99% van alle CX-blokken het geval geweest in het verleden. Dus ligt daar niet wakker van. Maar je ziet gewoon dat hij daar vers op gelopen heeft. Het is namelijk nog steeds helder blank aluminium. Dus we gaan dit blok met rust laten. Ik ga verder geen actie ondernemen op dit blok. We gaan straks de boel een beetje opruimen. Dit is typisch zo'n gevalletje kut. Sorry dat ik het zeg, maar het is niet anders. Ik ga even contact zoeken met de eigenaar. Bedankt, tot ziens. Tot de volgende keer. Oh, sorry, ik heb de hik. Tot de volgende keer. Mocht je vragen hebben, mail gerust. Marco Becker, apenstaartje, zonnet.nl